Hoe kom je van zo'n hoop tuin- en keukenafval tot een kruimelige compost? Wat kun je wel en wat beter niet composteren? Kies je voor een compostvat of voor enkele compostbakken? Ontdek het in deze video. Dit kan je allemaal goed composteren. Resten van groente en fruit, koffiefilters, theezakjes, verwelkte bloemen, kamerplanten en alle plantaardige materialen uit de tuin. Grasmaaisel, blaadjes, haarscheersel, takjes, twijgen en ook strooisel en mest van kleine planteneters kun je composteren. Sommige materialen vermijd je beter, zoals brood, vlees, vis, kaas en vettige materialen zoals sauzen. Ook houtassen, tuingrond en zelfs potgrond horen niet thuis in de compost. Als je geen hoge temperaturen bereikt, vermijd je best ook hardnekkige wortelonkruiden of onkruiden in zaad. Composteren is het werk van bacteriën, schimmels en kleine compostdiertjes. Deze afbraakorganismen zetten tuin- en keukenafval om in compost. Als composteerder maak je het hen zo goed mogelijk naar hun zin. Een goede mix van gevarieerd, hapklaar voedsel, veel vocht en voldoende lucht. Sommige materialen bevatten veel water en zijn rijk aan voedingsstoffen. Grasmaaisel en resten van groente en fruit bijvoorbeeld. Hoewel ze niet altijd groen zijn, worden ze groene materialen genoemd. Deze materialen alleen composteren lukt niet en zorgt voor geurhinder. Andere materialen zijn droog, stug en arm aan voedingsstoffen. Hersbladeren, twijgjes en verhakseld snoeihout bijvoorbeeld. We noemen ze bruin materiaal. Meestal zijn ze ook bruin. Lucht kan vlot door het materiaal circuleren. Door groene materialen te mengen met evenveel bruine materialen, bekomen we de ideale compostmix. Luchtig, vochtig en rijk aan voedingsstoffen. Haarscheersel of strorijke mest zijn materialen die een goede mix zijn van bruin en groen materiaal. Je hoeft ze niet te mengen. Wanneer je tuin- en keukenafval goed verkleint, kunnen micro-organismen het langs veel meer kanten aanvallen. De compostering verloopt daardoor sneller. Verkleind materiaal laat zich ook gemakkelijker omzetten met een riek. Verkleinen kan op uiteenlopende manieren, met de hand of met een machine. Grote resten van groente en fruit snijd je in stukken met een mes. Twijgjes breek je doormidden. Snoeihout knip je in stukken met een goede snoeischaar. Voor wie veel houtig materiaal wil verkleinen, is een hakselaar een handig hulpmiddel. Fijn haarscheersel of blad kan je extra verkleinen door er met een grasmaaier over te rijden. En heel wat plantenresten kan je met een haarschaar trapsgewijze afsnoeien. Tijdens de compostering moet ook extra lucht worden toegevoegd. Hoe we dat doen is afhankelijk van het systeem. In een vat gebruik je daarvoor de beluchtingsstok. Je prikt de stok in het materiaal tot op de bodem, draait een kwart slag en trekt hem terug omhoog. Zo creëer je luchtschouw. Tegelijk trek je compostorganismen uit lagere plaatsen in het vat en terug naar boven. Bij het composteren in bakken gaan we daarvoor om de paar maanden met de riek van de ene bak naar de andere bak omzetten. Droog materiaal composteert niet, zorg dus voor een vochtige mix. Merk je bij het omzetten of beluchten dat het materiaal is uitgedroogd, maak het dan weer vochtig. Gebruik daarvoor een gieter met fijne sproeikop of een tuinslang. Wie begint met thuiscomposteren heeft de keuze uit verschillende systemen. Maar welk systeem is nu voor jou de beste keuze? Het compostvat is een klein systeem, ontwikkeld voor mini-tuintjes. Je kan het gebruiken om veel keukenresten met een kleine hoeveelheid tuinresten in te verwerken. Compostvaten hebben allerlei vormen, ze zijn tonvormig of hoekig, met of zonder bodemplaat. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat je er afval bovenaan indoet en compost onderaan oogst.
Als je geen minituin hebt en je wil veel tuinafval verwerken, dan zijn compostbakken interessanter. Voor een gewone tuin zijn 3 compostbakken ideaal. In kleinere tuinen kan je ook met 2 compostbakken werken. Je schept om de paar maanden materiaal met de riek om naar een volgende bak. De vrijgekomen bak vul je weer met vers materiaal. Eens je je keuze gemaakt hebt, kan je voor een gedetailleerde handleiding de video's Composteren in een compostvat en Composteren in bakken bekijken.